you saying this was not a Russian missile? This was not a Russian army missile? Нет, конечно. Конечно, нет. Tja, je moet het maar kunnen. Met een stalen gezicht blijven ontkennen terwijl de officiële bewijzen zich opstapelen dat het wel degelijk een Russische boekraket was die de MH17 neerhaalde. En onderzoekscollectief Bellingcat voegt daaraan ook nog eens een Russische militair toe vandaag, ene Oleg Ivanikov. He represented the military intelligence of Russia at the time and he was in direct command and control of the mercenary/volunteer operations of military units and militants in eastern Ukraine. Ja, zoals correspondent Jeroen Akkermans twittert, hè, als je dan als Rusland niks te verbergen hebt, joh, dan laat je het onderzoeksteam met die Ivanikov praten en laat je die lanceerinstallatie gewoon zien. Maar ja, dat doen ze dus niet. Waarschijnlijk omdat dan toch zou blijken dat ze fout zitten. En dat kunnen ze zich niet veroorloven om geopolitieke redenen bijvoorbeeld. Want daarmee geven ze meteen toe dat Rusland betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne. En ook om culturele redenen, want toegeven dat je fout zit is in Rusland een zwaktepot. Bot twittert zelfbenoemd Poetin Versteher Wiert Duk. En dat zullen ze dus nooit doen. Ook niet nu Nederland en Australië en Rusland officieel aansprakelijk stellen. Ja, stelt wederom Jeroen Akkermans. Waartoe kunnen wij ze als Nederland zijnde dwingen? Maar goed, dat is voor het onderzoeksteam, nabestaanden en het kabinet geen reden om op te geven. Nee, dat is pas als we de eerste daders voor het gerecht hebben. Echt, daar kijk ik naar uit. En ik weet dat dat moeilijk wordt vanwege de wetgeving in allerlei landen. Maar ik ben zeer gemotiveerd om daar voor te knokken. Ja, zoals er ook aardig wat motivatie en doorzettingsvermogen voor nodig was om de Europese privacywet gerealiseerd te krijgen, die vandaag officieel inging. Tot groot genoegen, onder andere, van privacy-activist Max Schrems, die op dag 1 meteen Facebook en Google aanklaagt. Nou, op basis van die nieuwe wet, want waar de meeste bedrijven u keurig de keus gaven om te bepalen wat u wel en niet wilde blijven delen, stelden Facebook en Google u voor een voldongen feit. Of alles delen of weg. En dat laatste doet natuurlijk niemand. Oftewel, ze maken nog steeds misbruik van hun machtspositie, vindt deze Max Schrems dus aanklacht. Dus gaan we ook meteen zien of en hoe die strengere regels gehandhaafd worden. Op een ander front ook strengere regels of niet. Daar was veel hashtag ophef over. Nadat minister van Financiën Wopke Hoekstra bekend maakte dat hij met zijn Europese collega's heeft afgesproken dat banken voortaan 3% bufferkapitaal moeten aanhouden. Bufferkapitaal dient kort gezegd om tegenvallers op te vangen. Des te meer bufferkapitaal, des te minder risico's banken kunnen nemen, des te moeilijker vallen ze om. En dat scheelt dan weer een financiële crisis. Heel kort door de bocht. Nou, volgens Hoekstra zijn die regels dus strenger geworden, maar volgens talloze economen op Twitter juist niet. Want, zegt bijvoorbeeld Bas Jacobs, in Nederland was dat percentage juist 4%, dus wordt het met 3% voor Nederlandse banken juist soepeler. Daar wordt dan wel weer tegen ingebracht dat er meer mechanismen zijn dan alleen dat bufferkapitaal om banken in toom te houden. Ja, en dan kom je vervolgens in hele ingewikkelde discussies over bankbalansen die eerlijk gezegd ook voor mij wat moeilijk te volgen zijn. Maar opmerkelijk was het in ieder geval wel dat de meerderheid der economen op Twitter vond dat het bankenstelsel er niet bepaald veiliger op geworden is. Ook al werd dat door Hoekstra en Europa dus wel zo verkocht. Twee dingen om onszelf gerust te stellen. De financiële crisis zag de meerderheid niet aankomen, dus laten we in dit geval dan ook hopen dat de meerderheid geen gelijk heeft. En ook al hebben ze wel gelijk en spat de boel uit elkaar, blijven we allemaal berooid achter, dan hoeft dat nog steeds niet het einde van de wereld te betekenen. Dat weet in ieder geval deze Richard Jenkins, voor wie dit de normaalste zaak van de wereld was. We'd put food in the refrigerator that we had already started eating and save it just because we knew there wouldn't be food coming on later on. Ja, deze jongen groeide deels op in de daklozenopvang, klampte zich vast aan boeken, werd daardoor gepest met de bijnaam Harvard, maar nu wordt hij niet meer uitgelachen, nu die is toegelaten tot Harvard. Onwaarschijnlijk verhaal van iemand die echt niets mee had in het leven. En hoe red je het dan? Stay focused. That's the only thing I can tell you. Ja, zo dus. Petje af voor deze jongen en zijn doorzettingsvermogen en geduld. Wat een groot goed is, want u weet, hardlopers zijn doodlopers. En dat weet nu ook deze ambitieuze jongeman. Dat gaat maar net goed. Gelukkig liep hij net niet hard genoeg. Ik zou zeggen, rustig aan dus. Zeker nu, want het wordt een ontzettend warm weekend. Geniet ervan. Tot later.